Hallo, whisky liefhebbers. Hans Bresser en Joke Shaw hier in het magazijn van Bresser en Timmer. En Hans zal u vertellen waarom wij hier zijn. Wij zijn hier, Joke, om u kennis te laten maken met een hele bijzondere Teeling single cask whisky. Technisch gezien geen single cask, maar daar zal Joke u zo meteen iets meer over vertellen. Wat wij namelijk gedaan hebben is, zoals Joke dat zo mooi zegt, wij hebben geprobeerd om the best of two worlds bij elkaar te brengen. Dat wil zeggen Teeling en Quinta da Lorna. Quinta da Lorna, een wijnhuis waar Bresser en Timmer al ruim 20 jaar mee samenwerkt, maakt een, naast dat ze stille wijnen maken zoals dat heet, dus rood, wit, rosé, maken zij een abbafado. En abbafado is een versterkte wijn. Dat wil zeggen dat er alcohol wordt toegevoegd aan witte wijn. Vervolgens wordt dat product 5 jaar op Franse eikenvaten gelegd. En na 5 jaar heeft u abbafado. Abbafado heeft kenmerken van port, Pinot de Charente. Heerlijk bij bepaalde desserts, bepaalde kazen, vooral de wat zachtere kazen. Dus niet zozeer de blauwaderkazen, maar de wat zachtere kazen. Ja. En waarom leek mij dat zo leuk? Om whisky te laten rijpen op ex-abbafado vaten. Je krijgt een hele, in mijn optiek, of in onze beleving, krijg je een heel mooi product. Rond, zacht, et cetera. Maar goed, de basis, Jock, moet natuurlijk ook goed zijn, hè? Dat is whisky natuurlijk. En in dit geval, vergist u niet, hè? Een 15 jaar oud Irish single malt whisky, dat is sowieso vrij zeldzaam. En dan krijgt hij nog een extra jaar in zo'n abbafado vat. Die hem dat mooie rozijntjes en... Als ik hem ruik, dan ruik ik rozijntjes, ik ruik crème brûlée. Als de kop bij je komt en verbrande suiker, dat geur van verbrande suiker. Mm. En dan in de mond... Nou, het is 52... 55,2. Jeetje. Ja. 55,2% alcohol. Ja. En ik zei net, maar mensen, dat merk je niet. Ik heb niet eens water in gedaan. Dit is bloedlink. Ja. Hij is zo lekker. De afdronk is lang. Ik heb hem hier voor het filmpje ook een keer geproefd. Hij is niet, je hebt natuurlijk de neus, je hebt de mondgevoel en de afdronk. Terwijl ik praat nu en ik ben inademen en ik krijg zuurstof erbij. En het lijkt wel alsof hij mooier wordt naarmate je hem langer, nadat je hem doorgeslikt hebt, ja. Hij komt terug. Blijft komen. U kunt deze whisky, als je een hapje neemt bij deze whisky, dan een mooie zachte kaas. Zou bij deze whisky passen, ja, wat uiteraard met de chocola. Absoluut. Een bonbon, prachtig, bij de koffie. Lekker. Geweldig. En typisch Irish, hè. Mooi rond en zacht en easy to drink. En niet vergeten, het is 2 van die vaten die uiteindelijk in 600 flessen voor heel Nederland is gekomen. Helemaal uit Portugal naar Ierland, in Ierland gerijpt. Dus het is niet, technisch gezien, geen single cask, maar een vatting van 2 vaten. Dus een small batch, maar wel een heel small batch. 2 vaten, hè? Kom heel, nou. Heel small batch. Ik bedoel, een knie zo in de kanaal kijken. Heel Chuck, ja. Vanaf maandag, 18 mei. 18 mei. Te koop in Nederland, bij de Betere Slijterij Wijnhandel. Absoluut. Ik zeg, niet te lang over twijfelen. Want voor je het weet, is die weg. Slanjiva! Slanjiva!